mooi. Nee joh. Echt serieus, hè? Ik heb ook al een vrouw gek geslagen. Kun je me dat meenemen? Meekomen! Kom! Welkom bij de Prankshow mensen, mijn naam is Calvijn en in deze serie neem ik bekende mensen in de maling door middel van een verschrikkelijke prank. En in deze aflevering is mijn slachtoffer... QC, je kan hem kennen van Supergaande. We gaan vandaag jouw outfit uitrekenen. Zijn iconische lach. En natuurlijk van dit moment in mijn tv-show. Q en ik kennen elkaar al jaren. Ik ken hem vooral als mega positieve en vooral lieve guy. Maar ik weet ook, je moet niet met hem fokken. Want dan is hij iets minder aardig. Gadverdamme joh! En laten we dat nou precies vandaag van plan zijn. Vandaag komt mijn grote vriend QC naar dit gebouw. Hij denkt dat hij opnames gaat hebben voor een programma van BNNVARA. Waarin we oude mensen, bejaarden dus, in het zonnetje gaan zetten. Nou, dat programma bestaat helemaal niet. Maar hij denkt van wel. Als QC eenmaal binnenkomt, dan is hij hier. Dit is een ruimte en hier wordt gekookt en gegeten. Hier is oma Hattie. En de chef, QC, komt hier wat goede gesprekken met u hebben. Voelt u zich goed? Nee, helemaal niet. Waarom niet? Nou, ik ben zo alleen en eenzaam en die verzorger ben ik heel bang van. Mark is de verzorger van oma en die doet allemaal een beetje rare dingen. En dat vindt oma helemaal niet geweldig en zij heeft QC's hulp nodig. Kim is er ook nog, zij is regisseur en producent. Jij regisseert alles een beetje aan elkaar. Ik kan met jou praten via mijn microfoontje. Ik ga beneden staan en dan gaan we beginnen. QC is op het parkeerterrein. Hij zet nu zijn auto weg. En als hij dan echt in de keuken is, ga ik meekijken. Nou, kom binnen, hierna van gebeuren. Hallo. En dit is Mark. Oh, hey Mark. Mark is de... Je bent de verzorger van... Verzorger. Ja. En dit is mevrouw Wilde. Hallo mevrouw. Okay. Hij is binnen, hij is binnen. Hattie. Ja, zeker hoor. Of Q mag ook, wat u wilt. De werktitel is dus Het Zonnetje. Het zonnetje. Om oudere mensen in het zonnetje te zetten. En hou het vooral lekker luchtig en gezellig. En niet te drama en niet te zwaar, maar het gaat vooral gewoon om een leuke dag. En om in het zonnetje te zetten. Ja, toch? Zullen we beginnen met een intro? Ja, dat is goed. Ja? Yes. Hij mag. Yo, wat up allemaal? Dit is je boy QC en leuk dat jullie kijken naar Het Zonnetje. En ik ben vandaag met mevrouw De Wilder, oftewel Hattie. En ik ga u vandaag in Het Zonnetje zetten. Ik heb een chefkok meegenomen. Zelf kan ik niet echt koken. Bestellen ben ik hem echt een koningin, maar koken is iets anders. Maar daarom hebben we een chefkok. Helemaal goed. Helemaal goed. Oh. Ik vind je wel lekker. Maak een mensen van de. Oh ja hoor. Oma is eventjes naar het toilet, dan kom jij er even bij. En jij vindt het eten iets te flauw. Zeker. En wat doe je dan? Zout erbij. Inderdaad. En dan denkt QC natuurlijk, wat bemoeit die vent zich mee, joh? Dat is de eerste stap. Oh, deze ruikt lekker. Lekker, hè? Wat is het? Een munt. Dat kan je ook. Ja. Ik heb verder niks mee gedaan, dat is gewoon puur gemaakt. Ja. Hij heeft het gezien, volgens mij. Hij heeft het gezien. Ja, toch? Kijk eens, mevrouw. Ja, lekker. Ik wou zeggen dat ik het zelf heb bereid, maar ik heb wel de bloemetjes erop gelegd. Ik ben zo blij dat je hier bent. Ja? Ik kom er nooit uit. Ik zit altijd alleen maar op mijn kamer. Dat is wel, voelt hij ook wel eenzaam natuurlijk. Ben ik vandaag uw kleinzoon? Ik ben wel heel blij. Ja, toch? Ja, de dokter heeft ook gezegd dat ik hoge bloeddruk heb. Oh, dus ik moet altijd heel erg oppassen met mijn eten. Ik hoop dat het nu goed gaat. Ja. Dus, proberen? Ja, toch? Is het bij jou zo zout? Voor mij is het niet zo zout, nee. Oké, laten we even de stopbommetje afzetten. Ja. Jij mag even met Quinty even gewoon in een hoekje even wat overleggen ofzo, zodat zij zich echt met z'n tweetjes overblijven. Ja. Nu wordt het mooi, want u heeft hulp nodig. Ja, want die verzorger, hè, daar ben ik zo verschrikkelijk bang van. Die wil me vermoorden. En dat gaat ze tegen QC zeggen, terwijl die hier lekker zit. En dan ben ik benieuwd hoe die gaat reageren. Denkt hij dat oma helemaal gek in de hoofd is, of neemt hij het ook nog serieus?
Nee joh. Echt serieus, hè. Hij heeft ook al een blauwe plek geslagen. Hij weet wel, hè. Hij weet dat ik dit niet mag, hè. Is maar bij het eten geweest. En ja, ik zag hem wel, eigenlijk wel kijken of het goed genoeg voor u was, volgens mij. Dit is heel zout en heb ik helemaal geen zout mag. En ik heb al een paar keer tegen hem gezegd, hè, dat het niet mag. En zei hij, oh, het slaap is gewoon het erop in. Ja. Maar moet u anders mij mee? Want ik heb mijn is niet echt zout. Als u wilt, moet u de mijne krijgen. Dit is helemaal top. Dankjewel. Dat is niet goed. Jawel. Je moet eruit. Ja, ik trouw met een grote portie. Ja. Oké. Ja, oké. Helemaal goed. Dat is goed. Ja, en dan laat je me gewoon zo staan. Dan krijg je een tand. Ja, maar ik denk misschien dat u hier niks mee bedoelt. Oké, zullen we nog even het proefmomentje even opnieuw oppakken? Oma heeft nu het zaadje geplant bij QC dat ze niet helemaal lekker is. Q gaat er wel echt goed mee om. Ik weet niet wat er nu in zijn kopje rondgaat. Kijk eens, Eddie. Kip met sperties, bonen en lijkt op spruiten. Voor mij is het iets met spruiten, toch? Oh, dat is gewoon, oké. Dit heb ik nou wel eten, wat heb jij gemaakt, hè? Ja? Dat durf ik dan echt te eten. Oh, sorry, ja. Ik klein me even... Dan is het tijd voor de pillen, want ja, oude mensen die hebben pillen nodig. Maar ja, wat zit er in die pillen? Ze zien er een beetje vreemd uit. Hij is roze. Wat doet oma dan? Oma spuugt hem uit. Ik heb geen paarse pillen, ik heb witte pillen. Dat is geen goede pil voor mij. Inderdaad. Ja, als je het zachtjes kan, dan ja. Niet vet. Neemt u maar in. Heeft u water nodig of iets? Of, nee? Mark, als jij weer... Ik ook even ziekrecht. Ik hou van de deur dichtjes. Yes! Oké, ik doe er weer verder. Ja, ja. Geeft geen roze pillen, ja? Ik geef witte pillen. Ja? Ja, hij geeft geen roze pillen. Ja. Is het niet belangrijk dat u medicijnen... Oké! Okay. Maar. Mevrouw, tijdens de hoofdgerecht gaan we dus praten over wat mevrouw nou fijn vindt. Waar ze gelukkig van wordt, klein dingetje uit het leven. Oké. Ik ben even ergens anders gaan staan, want mijn monitor had geen bereik meer. Maar ik sta letterlijk nu een paar meter van QC vandaan. Dus ik moet even goed stil blijven. Ja, ja, dat kunnen we wel doen als, ja, als u dat leuk vindt. Ik kan ook wel mijn nummer zeg maar, aan u geven als u dat wilt, Ina. En dat, als u dan ook wel eens wilt bellen of zo, dan... Dat zou ik heel lief vinden. QC is echt fucking aardig. Hij heeft net zo'n nummer aangeboden aan oma, omdat ze zo eenzaam is. En dan kan ze wel even bellen af en toe. Ja, dat is een... twee dochters. Ik naar het toilet gaan, maar ik word dus weer... Kom maar even doen, kom maar. Nee, nee, is goed, man. Alleen een beetje slapper dan ook. Dat is wel. Volgens mij is die vrouw echt bang voor die man, man. Ja, ze zegt dat, ik weet nou niet of ze het verbeeldt of dat het echt is. Maar ze zegt dat pijn doet. En ik vind hem ook een beetje, weet niet, maar ga je er ook een beetje op letten. Volgens mij is dat wel een naar ventje of zo, man. Nu is het serieus. Dan straks bij het dessert, voor het dessert, na het dessert, kijk maar. Moet je hem echt pakken, moet je zeggen, QC. Je bent zo'n goede jongen. Haal me hier weg. Ik zal zorgen. Ja. Ik ben weg dan. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Helemaal super. Maar ja, ze zien er niet helemaal gelukkig uit. Dus je hoort wel gekke dingen hè, in een bejaardenhuis soms en zo. Ja, ja. Het gaat te vol, hè. Kijk. Is gelukt. Heeft u zin in het dessert? Ja. Ja? Ja. Goed zo. Nee, jongens. Ik heb de aardbeidjes gemaakt. Hier hebben we pistache en dan doen we een beetje... Voelt u ook pistache erop of? Ja? Nou, we zijn nu bij de flitsie al. Ja, nou in dit deel zeg maar. Dus het is heel erg fijn om af en toe eens naar een eenzame ouderen te gaan. Of iets leuks te ondernemen samen. Zo. Ja, ja. De tekst. Oké. Okay. Ik denk dat je het beste... Nee. Ja, dat je me echt wel vermoorden. Kun je me dat binnen, alsjeblieft. Maar heeft u iets gedaan bij de... Nee. Hij zei al dat hij dat niet hoorde wat ik gezegd had. Dat hij me wel te pakken zou nemen. Ja, is dat, dan moet hij wel heel goed inschakelen. Ja, je bent zo'n goede, doe het alsjeblieft voor mij. Neem me mee, alsjeblieft. Maar kan ik je zomaar, zeg maar... Ja, maar ze kunnen je toch ook niet gevangen houden. Mark, jij gaat weer naar binnen en jij zegt...
gaat nog goed helpen. Want ze heeft net gezegd, neem me mee, neem me mee. Ah, ja. Heeft ze net gezegd. Ja. Want het doet ook pijn om zo. Ja, ik heb hier een hele blauwe plek. Ik wil mijn jasje wel uit doen. Nee, ik heb hier een hele blauwe plek gemaakt. Dat hoeft niet te bewijzen of zo. Ik heb zo hard bezig gepakt, omdat ik niet mee wil. Ja. Kan ik niet bij jou dan? Dat is wel Wat doet hem mevrouw? De serre is lekker? Ja. Wordt nog niet geproefd? Nee, ja, ik was even in gesprek. Oh, heel goed, fijn, gezellig. Ja. Mooi. Jullie zien het, we zijn nog een dessert aan het eten. Vindt u het lekker? Ja. En ja, zet zelf ook wel eens mensen in het zonnetje. Ja, eenzaam zijn is iets wel heftig, toch? Het is wel heftig. Maar ik ben wel heel blij van kijk. Ja. Ja? Ja. Zullen we gaan mevrouw zo doen? Ja, het is moeilijk om... ik kan hier niet zomaar uit de bejaar doen. Wat hebben we erin? Wilt u mijn nummer nog trouwens? Ja, dat is ja? Ik snel wel wat ben op de. En u kunt me gewoon altijd bellen of als er ook iets is of zo, of ze even wilt praten. Tuurlijk. Hey, ja, hartstikke bedankt. Oké, bedankt. Tijd voor de finale, jazeker. QC blijft nog eventjes binnen kletsen met die dame. Inmiddels lopen oma, ik en Mark de begeleider naar de andere kant van het gebouw. Want zodra QC in zijn auto stapt, oma moet er naartoe rennen. Die moet ernaast gaan zitten en dan moet je zeggen... Neem me alsjeblieft mee naar het station, ik heb mijn dochter gebeld en ik mag komen. Nee. En dan kijken we of QC haar meeneemt, of niet. Ze is gewoon in de war, joh. Ja, denk je? Ja, ik ben... hij zei dat ze heel erg in ja, de war dat, is. Ja, maar dat hoor je vaker, man. Dan hoor je dat... Ook mensen die dement raken en zo. En dan zie je dat mensen ze slaan en zo. En kijk, ik wil niet zomaar oordelen, maar hij heeft wel iets op zich, zeg maar, dat ik denk van die aura klopt niet helemaal. Dat soort van neppe, vieze lachje van hem en zo. En misschien komt het omdat ik door haar, zeg maar, dat ga denken, snap je? Maar ik vind het wel. En ze vroeg net of ik haar wou meenemen en zo. Ja, ik kan niet zomaar iemand, zeg maar, meenemen. Maar voor mij mag dat niet eens of zo. En ik weet ook niet wat ik moet doen. Ik ben even, weet toch? Ze moet wel, het moet wel serieus genomen worden. Als hij zoiets zegt, dan moet er wel iets ingeschakeld worden of zo, waardoor zij zeg maar, toch? Want die meisjes worden nooit geloofd. Ze zeggen dat ze een blauwe plek op de arm heeft en dat soort dingen. Nou, ik kan wel eventjes natuurlijk contact opnemen met het verzorgingshuis waar ze vandaan. Ja, nee, dat moet zeker gebeuren. Want dat moet wel echt goed op. De oude mensen kunnen niks, man. Ja. Als hij gaat zitten, dan geef ik je een duwtje, niet te hard. Ga je naar hem toe, trek je hem gewoon open, zeg je, haal me hier weg. Yes, ja, hier is mijn naam. Michael, oké, Michael. Hij staat bij zijn auto. Oké, kom op, ga. Go. Oké, let's go. Stap in. Ja, ze gaat zitten. Oma zit in de auto. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Oké, go. Yes? Ja. En je bent Doos. Hey! Wat ga jij mij aan doen? Kom er eens uit! Meekomen! Go! Wat dan? Wow. Ja, wat? Wat meekomen? Uit! Ik moet gewoon naar mijn luisteren, of niet dan? Wat is dit avondmaal, man? Kom bij. Oh, applausje voor Hetty, ja. Hij was zo kut. Ja, toen ze eenmaal in zat, ik dacht van ja, ze is dochter gebeld en dan maar naar het station. Ja, toch, ik heb al meer illegale dingen gedaan. Je wil haar wegbrengen. Ja, ik denk, breng haar wel weg. Maar dan begint ineens op mijn auto te mappen en hij begint haar te schreeuwen. Toen dacht ik van ja, deze gozer is niet op. De prankshow gaat door. Wie moet ik volgende week pranken? Laat het hieronder weten in de reacties. Tot volgende week.